Ik ben door de masseur uit een vliegtuig gehaald. Als je dus geen paniek saait beneden, mag het vliegtuig niet opsteken. Ja, ik vind het gewoon echt een heel raar verhaal. Het is ook wel een klein beetje concept van wat we hier doen natuurlijk. Dames en heren, welkom en tof dat jullie weer kijken naar Bluff, het programma waarin wij bekende mensen uitnodigen. En die hebben een persoonlijk en bizar verhaal meegenomen, maar of dat verhaal waar is, daar gaan wij in deze aflevering achterkomen. We hebben een goed groepje mensen bij elkaar, want volgens mij heb ik nog nooit een hockeyster, een TikToker en iemand uit X on the Beach aan één tafel bij elkaar gezet. Maar het belooft wat te worden, toch? Vandaag, of niet? Zeker weer. Luca, ja, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Jij bent wel iemand die ik zou omschrijven als het gaat om X on the Beach. Tatoeages, haartje achterover, ja, zonder bril op. Zo'n standaard type. Hey, X on the Beach, hoe echt is dat allemaal? Het is echt. Echt, serieus. Ja? Heel weinig scène. Ja, serieus. Echt. Stond ik zelf ook van te kijken. Want ik dacht eerst zelf ook van, ja, dit is heel veel nep en zo. Maar dat is echt niet zo. Ja, dames. Zijn jullie al een beetje geïntimideerd door de man aan tafel? Nee, niet echt. Nee, hè? Nee, een beetje show, denk ik. Ja? Nee. Ja. Kijk je wel eens X on the Beach? Ja, zeker. Ja? Ja. Wat leuk. Ja, vind ik altijd wel grappig te kijken. Ja, ik niet, maar nee. Ja, ik weet niet. Hey, nog nooit gepokerd, nog nooit... Ook nee, niet, ja. Nee? Misschien wel ooit dat ik het gewoon niet meer weet of zo. Het kan wel best wel kunnen, maar ja, niet echt denk ik helemaal volgens de regels. Want ik weet het nu al niet meer, dus... Hey. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben door de masseur uit een vliegtuig gehaald. Ik ben een keer met mijn ex op vakantie gegaan. Zo naar Curaçao gaan. En we waren in de auto een beetje in ruzie. Klikte niet meer zo goed. Nou, wij het vliegveld op, boarden, dit en dat allemaal. En toen zat ik in het vliegtuig. En ik hou ook niet van vliegtuigen. En toen zei ik van, sorry, ik ga toch niet mee. En toen ben ik dus uit het vliegtuig gegaan. Ik werd door de marsier uitgehaald. En het hele vliegtuig had 3,5 uur vertraging. Omdat dat vliegtuig weer aan dat, hoe noem je dat ding? Slufte. Ik weet niet of dat zo heet, maar het klinkt gewoon wel alsof het zo hoort te heten. Slufte. Ja. Ik moest dus weer door de slufte heen. En ik moest mijn koffer natuurlijk wermen. Dus het hele vliegtuig had 3,5 uur vertraging. En ik moest het vliegtuig uitgehaald worden. Want ik wou niet meer mee. Bleef zij in het vliegtuig zitten? Is zij wel gegaan? In haar eentje? Nee, zij ging niet eruit. Oh, maar je zei net dat het alleen door jou kwam. Ja, het kwam ook door mij. Ik wou eruit. Maar zij ging wel mee. Het was echt dat jij zeg maar zelf eruit wilde gaan, toch? Dus niet dat je eruit werd gestuurd of zo. Nee. Ik zei ik wilde zelf uit. Maar wat gaf je als reden? Ik heb ruzie met mijn vriendin, dus heel het nee, ik durf niet. En als je dus schijnbaar paniek saait beneden, mag het vliegtuig niet opsteken. Oké. En heb je uiteindelijk je geld teruggekregen van je vakantie? Ik zit even na te denken. Waar zit je aan te denken? Nou, ik vind het gewoon echt een heel raar verhaal. Zeg maar, ik zou echt... Het is ook wel een klein beetje concept van wat we hier doen natuurlijk, maar... Ik vind het onrealistisch dat als iemand even geen zin meer heeft in de vlucht of ruzie heeft... dat hij dan iedereen's vlucht 3,5 uur gaat vertragen. Ik weet niet, ik vind dat gewoon raar. Jij? Ja, vooral ook omdat je wel vaker hebt gevlogen. Dus het is niet dat je echt een super grote angst voor vliegen hebt. Want je hebt mensen die staan bijvoorbeeld op een trappetje en die denken al van nou, hou maar op. Maar je bent wel de lucht in geweest. Dus dan vind ik het een beetje... Dat is 4 jaar geleden, hè? Wat ga je doen, Maxime? Ik denk dat ik 3 ga inzetten en dat het waar is. Want ik denk dus dat het gewoon zo'n sterk verhaal is of zo. Maar meestal zijn die toch ergens wel eens waar of zo. Ik weet niet. Je begint dus redelijk voorzichtig. Je bent niet helemaal zeker van je zaak. Nee, klopt. Nu ik jou hoor praten, ga ik weer twijfelen. Maar ik ga er denk ik 7 inzetten. Ja. Niet waar. Ik geloof niet dat als je zo erge vliegangst hebt, dat je dan een vlucht naar Curaçao gaat boeken. Maar er is maar één iemand die het echte antwoord weet. Die zit daar. Jullie kunnen nu nog of minder of meer inzetten en eventueel iets veranderen. Ik ga met haar mee. Ik ga veranderen. Ja? Ja. Op niet waar? Ja. Op niet waar en dan heb je er nu 5 liggen. Ja, I know. 7 op niet waar, 5 op niet waar en jullie houden het nu allebei zo? Ja. Luca, dan mag jij je kaartje omdraaien. Dan mag je ons vertellen hoe het echt is gegaan en of het waar is of niet waar. Het is echt waar. What? Shit! Hoe kan dat? Het is echt gebeurd, serieus. Ja. Ja, in de auto echt al gezeken, echt al ruzie, weet je wel. En ik hield echt niet van vliegen, oprecht niet. En ik had altijd alleen maar korte vluchten gehad. En ik zei nog thuis tegen moeder, ik ga echt niet 10 uur in het vliegtuig zitten, denk ik. Die relatie was ook niet meer goed, snap je? Nou, en toen waren we daar en toen ben ik echt het vliegtuig ingegaan. En toen heb ik gezegd aan die vrouw die daar werkt, stewardess, van ik ga echt niet.
Zou jullie mij willen helpen met jullie munch deze kant op te schuiven? Ja, helaas. Kijk eens, want die gaan alsjeblieft. En alsjeblieft jouw kant op. Ja. Kunnen jullie één advies geven? Jullie spelen namelijk niet samen, het is wel tegen elkaar. Ja. Maar voor de rest, dit was de eerste ronde. Er kan nog van alles gebeuren. Het is nu alleen aan iemand anders de taak om een verhaal te vertellen. Ik ben de gouden medaille verloren. Ik speel altijd met mijn club, de Champions League van het hockey. 3 jaar geleden was de Champions League in Amsterdam. Met corona allemaal, dus de finale ging wel door. Maar daarna sliepen we met z'n allen in een hotel in Amsterdam. Super goed feestje gebouwd. Super mooie medaille, daarna met heel het team. Ik was echt wel heel erg dronken en ik word de ochtend erop wakker. En mijn medaille is weg. Nooit meer teruggevonden? Nooit meer teruggevonden, nee. We mochten niet besmet worden, dus we hadden gewoon heel die verdieping voor onszelf. Daar gedronken en weg. Ik geloof er geen baas van. Nee, echt niet. En nu ben je die gouden medaille gewoon nog steeds kwijt. Kijk, we krijgen zeg maar 20 medailles, maar ja, we zijn met 18 spelers. En je hebt natuurlijk ook nog de staf en ook nog de extra jeugdspelers. En dus dat zijn uiteindelijk 25 medailles. Dus de manager, ik had haar meteen, 3 dagen daarna had ik haar een appje gestuurd van... Yo, ik ben mijn medaille kwijt. En zij kon een nieuwe medaille voor mij bestellen. Ja, ik denk dat waarom moet je lachen? Ik denk dat dit een leugen is. Waarom dan? Ja, zo'n gevoel heb ik gewoon. Waar heb je die medaille voor het laatst gehad? In mijn kamer. In je kamer daar? Ja. Was het echt een gouden medaille? Ja. En jouw eigen medaille was weg? Dus ja, mijn eigen medaille, ja. Maar waarom zou iemand een medaille stelen als hij hem zelf ook heeft? Iedereen had hem toch? Geen idee. Of had niet het hele team? Nee, ja, kijk, weet je wat het was? Ik was echt wel heel dronken. Ik was echt de weg kwijt. Dus ik heb niet op mijn eigen kamer geslapen. En mijn kamergenootje heeft ook niet op de eigen kamer geslapen. Dus ik werd die ochtend erop wakker. Ik deed de deur open. En toen was heel mijn kamer schoongemaakt. Dus ik denk echt dat die schoonmaker me heeft. Ik ben door over mijn keuze uit. Laat maar weten, Luc, wat ga je doen? Ik denk dat het niet waar is. Jij denkt dat het niet waar is? En hoeveel duizenden ga jij inzetten op niet waar? Ik ga voor waar. Ja, dus we hebben 10 op niet waar en 7 op waar. Oké, vertel het ons. Het is waar. Het is waar. Echt waar. Ja. Dit echt. Ja, maar ik zag jou kijken, dus ik dacht ik ga me gewoon verdacht gedragen. Ja, dat deed je ook. Slim. Dus het allermooiste is nu dus dat deze 10... Geef ze maar weer terug. ...jouw kant op gaan, alsjeblieft. En het mooie is dat... Maar ik zie maar dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh ja. ...en de laatste 7 bij krijgt. Wow. Noor gaat aan kop met 23. En jullie staan met z'n tweeën op 22. Dus de laatste ronde is de allesbeslissende ronde. Ik spreek stemmen in voor Disney. Holy shit, wil je dan eens 1 of 2 van die stemmen voor ons doen? Wat moet ik dan zeggen? Ja, zeg maar welkom bij Bluffen, leuk dat jullie kijken en dan in een bekende stem. Nou, ik had dus Lulu ingesproken van de nieuwe film van Super Pets. Dus daar zit ook Rico Verhoeven zit er ook in. Ja. En ja, nou, ik zal even de stem voor jullie voor doen, vreselijk. Welkom bij Bluff, leuk dat jullie kijken! Ja, het is zeg maar een slechterik, dus het is een beetje een soort van cruel, zeg maar, dat ik dat moet zeggen. Maar wat is je bekendste personage die je hebt ingesproken? Nou, ik heb nog niet superveel heb ik ingesproken, omdat ik doe dat echt nog maar net. En ik heb heel veel achtergronddingen gedaan. Dus bijvoorbeeld, dan heb je een Disney-serie of film of zo, weet je wel. En dan moeten er ook soort van op de achtergrond moeten nog stemmetjes praten. Dus dan wordt dat gewoon een beetje zo gedempt en erachter gezet. Maar echt grote dingen heb ik dan Spirit gedaan. Dat is ook een serie op Netflix. En daar was ik dan, hoe heet ze ook? Lucky? Ja, Lucky, de hoofdpersoon, zeg maar. En daar heeft mijn vriend ook een rol in gedaan. Heb je nog een vraag? Hoe lang doe je dit al? 2 jaar ongeveer, weer wat vaker. Maar omdat je net zei dat je het nog maar sinds kort doet. Je zei dat ik... Ja, ik doe het ook maar sinds kort. Maar ik heb dus zeg maar vroeger wel ooit een keer gedaan. Alleen, dat was met mijn vriend, zeg maar. Dus maar hoe lang heb jij een relatie? Ik heb nu 1,5 jaar een relatie. En maar... daarvoor waren we vrienden van elkaar, dus we kennen elkaar al best wel lang. Oh, goede vraag hoor.
Maar ook wel goed beantwoord. Hele goede vraag. Eerlijk is eerlijk, ook wel goed beantwoord, ja. Er zat geen twijfel in. Het is of echt een fantastisch verhaal, of er is alles aan gelogen natuurlijk. Kan hij echt niet peilen. Terwijl jij toch goed zou moeten zijn in het peilen van vrouwen. Ja, op andere gebieden. We voelen ons allemaal een beetje vies nu die dat zei. Oké. Wat zegt je gevoel? Dat het waar is, maar mijn gevoel heeft me net ook in de steek gelaten. Maar goed, ik zet all in waar. All in waar? Yeah. Big boy move. Nu breng je mij in verlegenheid. Fuck it. Ik wil ook gewoon winnen. Dus dan zeg ik gewoon... niet waar. All in op niet waar? Ja, ook omdat hij net de waarheid sprak en ik ook. Er zal vast wel één leugen tussen zitten. Ik mag nog terugtrekken, hè? Ja? Je zit er helemaal naast, denk ik. Oké, dus niet waar? Wat ga je doen? Ik wil nu een antwoord. Nee, ik ga voor wel waar. Je gaat voor toch wel waar? Ja? Ja, wel. Ja, sorry. Oh, ik voel me nu zo... Nee, fuck it. Ik ga voor niet waar. Nee, je hebt wel waar. Ze heeft wel waar gezegd. Nee, nee, want dan wint één van ons twee. Waar? Ik bleef gewoon bij mijn standpunt. Ja, waar, all in. Ik wil graag het antwoord, alsjeblieft. Het is niet waar. Dit is zo fantastisch goed gelogen. Dit is echt heel slecht, Annie. Wauw. Dit is echt heel slecht. Wow, waar heb je deze vandaan gehaald? Nou, mijn vriend spreekt dus wel in, ja? Maar dan echt ook heel erg veel. Dus dat doet hij al 15 jaar. Ik imiteer maar gewoon een stemmetje. Hij kan het heel erg goed, want ik doe altijd gewoon naar wat hij zegt. En ik weet van hem heel erg veel, zeg maar. Het was wel lastig hoor, op een gegeven moment met die vragen. Ik dacht van shit. Maar het was wel goed. Ja, ik vond het ook goed. En dan heb je ook pas anderhalf jaar een relatie met hem? Ja. En waren jullie daarvoor wel vrienden? Nee. Wow, dit was goed. Dat dacht ik al. Ja, dit was echt goed. Ja. Maar deze gaat jouw kant op, alsjeblieft. En daar hebben we er 23, hè? En die gaan naar haar kant op, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, die gouden medaille ben je kwijt, maar de winst die je pak je gewoon. Precies. Dat is wel lekker. Ja, zeker. Volgens mij moet je opschieten wat je moet trainen, hè? Ja. Zal ik hem afsluiten? Nou, dan gaan we dat doen. Dames en heren, dank jullie wel dat jullie waren. Sterk gespeeld. Ja, dat dacht ik. Ja, je blijft me niets over, maar voor de rest fantastisch gedaan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren. Dat is wel redelijk belangrijk. En laat nog even in de comments weten wie jullie willen dat hier komt te zitten bij ons aan die pokertafel. Dit was Bluff. Tot later. Ciao.